Goedemorgen, wij zijn wakker. Ik ga even een ontbijtje maken. We hebben eigenlijk alleen een paastool. Voor de rest hebben we helemaal niks. Dus er is niet veel te ontbijten. Oh, en een ei. En een kopje thee. Nou, komen we best aan eind. Die had ik gisteren bij de bakker gekocht. Roomboter. Coco is ook wakker, dus goed gegaan vannacht. Die is er net al even uit geweest, maar die moet er nu eventjes in. Want die deur die gaat natuurlijk steeds open en dicht. En hij mag natuurlijk niet ontsnappen. Dat is de grootste nachtmerrie. Het is mooi weer. En hier is er iemand met de tuinstoelen in de weer. Ik zet alles even buiten, maar... Moeten we maar even kijken of we buiten gaan ontbijten, toch? Ja, laten we dat lekker doen. Vanochtend helaas geen wild gezien op het veld. Want wat is het eerste wat jij deed vanochtend? 6:15 hing ik over jou heen. Wat daar nou over te doen? Ja, toen zaten we allebei te koekeloeren naar buiten. Maar we zagen niks. Het hele veld was leeg. Nee. Geen hert te bekennen. Maar gisteravond hebben we ze weer gezien. Dus ze zijn er wel. Ze zijn er wel, maar we moeten gewoon even geduld hebben. Dit spijs. Dat vind ik echt het lekkerste wat er bestaat. Eitje erbij en dit uitzicht. Wat wil een mens nog meer? Wij gaan lekker koffie drinken. Ja, we zijn even binnen gaan zitten. De waterkoker staat aan, maar het duurt een half uurtje. De nacht is trouwens best wel goed gegaan. Wij hebben hem niet gehoord, nee. Vanochtend ook niet. Dus vanochtend rond 6:30 toen ging Nel even kijken, want het was zo stil. We hadden 2 pleetjes over hem heen gelegd en een jas, dus wij dachten, misschien is hij wel dood. Wij kijken en hij zat gewoon lekker rustig op zijn stokje. En zoals jullie zien, hij is springlevend. Ja, hij is helemaal in zijn element. Dus dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. En ik denk dat hij het ook niet koud heeft gehad. De kachel stond op hem gericht. Nou. Nou, kom nou. Oh ja, en toen hadden we het kooitje opengezet. Zelf lagen we nog in bed. En toen kwam hij gewoon gezellig bij ons zitten. Op het kussen. Ja. Koffietime! Nou, wanneer is het voor een filmpje? Dan gaan we een koffietje doen. Ja, lekker. Nou, Ali is even warm water aan het halen. Dat is best wel een eindje lopen naar het sanitair gebouw. Ik ben even aan het wachten. Dan kunnen we zo meteen even afwassen. Dat doen we gewoon even hier bij de caravan nu. Want ik vind het eigenlijk een beetje te zwaar om dat dan die kant op te sjouwen. Dan weet ik eigenlijk niet wat zwaarder is, water of afwas. Maar we doen het gewoon eventjes hier, bij de caravan. Van de week dat we hier waren, toen had ik even water gekookt in de waterkoker. Maar ja, dat duurt ook een uur met dat ding. Vliegt dan ertussen een vliegtuig langs. Nou, we zitten hier top. We hebben net een kacheltje gekregen. We hebben hout van mijn vader gekregen, pas geleden al een keer. Dat hebben we toen niet opgebruikt. Dat hadden we toen eigenlijk voordat we naar Limburg gingen voor die glamping tent. Maar dat hebben we toen niet opgebruikt, dus dat stond nog bij ons. Dus dat gaan we vanavond lekker opbranden. Nou, dus ik ben aan het wachten. Thank you.
Nou, wij zijn inmiddels weer terug in de caravan. En wij gaan eventjes een soort van... We hebben natuurlijk ook een horddeur. Ja, maar die horddeur, dat gaat net, dan gaat de deur, normale deur nog sneller. Snap je? Nou ja, we gaan nu even een pleetje voor de deur aan. Zodat als wij dus in en uit de caravan gaan, dat die vogel niet gelijk... eruit vliegt. Dat Coco niet gelijk kan ontsnappen. Kijk. Oh, hij kan niet op het dak uit. Heeft ze de harde... Nou. Ja, je had zomaar kunnen ontsnappen. De wijde wereld in. Oeh. Hij schrikt. Ja. Van die toeter. Oké, we hangen hem even iets anders neer, want het pleet dat ging naar buiten. Kijk, en nu kunnen we hem hier tussen dat kussen een beetje vastmaken. En die... Ja, voor jou. Nou, en zo, hè? Oké, nou, nu lijkt je goed. Onze vogel is gek op appel. En dan weet hij precies als ik dat ga schillen, dat hij daar dus bij moet. En jij wilt hem heel aal? Ja. Oké. Okay. Nou, alsjeblieft. Dank je. Volgens mij eet hij niet eens. Hij likt. Oh, hij eet wel. Sorry. Wij hebben net kibbeling gegeten. Maar na kibbeling heb ik altijd zo'n aparte smaak in mijn mond. Dat komt van die saus. En de vorige keer had ik een appeltje gegeten na kibbeling. En toen ging die smaak gelijk weg. Dus vandaar dat ik nu ook een appeltje eet. En vitamine. En vitamine. Maar we hebben wel vers zuurgeperst. Maar als we op de camping zijn, dan eten we wel minder fruit. Dan thuis. Geen idee hoe dat kan. Ik weet het eigenlijk wel. 'S Ochtends thuis nemen wij altijd een smoothie. Maar ja, dat is hier zo'n gedoe met de staafmixer. En, dat kan niet. Dat kan hier ook niet volgens mij. Ja. Maar wij gaan lekker even wandelen. We gaan gewoon even hier achter de camping, denk ik. We gaan niet een uitgestippelde wandelroute doen. Nee. En dan laten we hem gewoon los. Mm-hmm. Nu. In de caravan. Ja. Dat kan prima. Ja. Wij lopen inmiddels weer terug naar de camping. Wij zijn helemaal daar naartoe gelopen. En daar helemaal langs. Een rondje in het bos. Dit zijn ook mooie beesten hoor. Schotse ooglanders. Die lopen gewoon achter die caravan langs. Heel mooi. Nou, we gaan nu lekker terug naar de caravan. En dan gaan we koffie doen. Daar heb ik ook al zin in nu. En we hebben het best warm. We hebben volgens mij iets van 7 kilometer gewandeld nu. Ja. Dus even een lekker kopje koffie. En ik denk dat we Coco nu ook wel buiten kunnen zetten. Ja, want het is nu al. De wind lijkt wel een beetje weg. Ja. We hebben Coco eventjes buiten gezet. Zoals jullie zien.
maak je? Ik pak een hamburger en aardappels. Dit zijn voorgekookte aardappeltjes, curry smaak, toch? Volgens mij wel. Dus ik alleen nog even in de pan te doen. En twee hamburgers. En dan hebben we nog een salade erbij gekocht, maar die staat binnen. Ja. We gaan lekker even binnen eten, toch? Of niet? Binnen, ja. Ja. Ik heb alvast een zak met hout naast de kacheltje gelegd voor straks. Ik had mijn windscherm neergezet, maar het is weggewaaid. Of dat viel om. Ja. Heb je eindelijk een windscherm en dan valt hij om? Dan valt mijn windscherm om. Ja. Dus nu zoek ik iets... Wat je windscherm tegenhoudt. Ja. Ja. Ik snap het. Nee, het is een grapje. Nee, het is geen grapje dat hij om wil, maar het is een grapje dat ik iets anders zoek. Wij gaan lekker eten, maar weet je wat nou zo grappig is? Kijk, Coco gaat ook altijd eten als wij aan het eten zijn. Heel apart. Nou, ik ben even lekker het kacheltje aan het aansteken. Op de achtergrond zien jullie misschien Nelly wel met Coco. Die zijn aan het zoenen. Ik ga het even laten zien. Ik weet niet of zij ook nog naar buiten gaat komen of dat ze de hele avond blijft zoenen met die vogel. Ik heb hem net aangezet, dus hij moet nog even een beetje warm worden. En dan gaan we zo meteen lekker even gezellig bij een kacheltje zitten met een wijntje. En we hebben net nog eventjes kaasstengeltjes gekocht bij de Albert Heijn. We zijn even binnen gaan zitten. We hebben een lekker wijntje. Nou, jij hebt hem ondertussen al op, zie ik. Al twee. Al twee? Twee wijntjes. Echt? Heb ik op. Hij gaat steeds in mijn hand. In dat holletje hier. Oh, ja. Dan gaat hij met zijn hoofd erin kijken. Vind je gezellig dat hij mee is? Ja, maar het is niet heel praktisch. Ik ben wel eens steeds bang dat hij wegvliegt of dat hij koud krijgt. Ja. Want ja, we willen toch wel 's nachts ook een raampje open, maar het is buiten natuurlijk best wel koud. Maar ik vind het wel heel gezellig dat hij er is. Dat vind ik ook. Normaal als we weg zijn, dan missen we hem ook wel. Goedemorgen. Het is ochtend. Wij zijn net wakker. Het is volgens mij 6:30, dus nog best wel vroeg. Maar wij worden dus wakker, of in ieder geval Nelly werd wakker, want die keek natuurlijk gelijk weer op het veld. Of ze wild zag staan. Maar we hebben een zonsopkomst. Zo mooi. Prachtig dit. Coco is er ook weer bij. Ik begin ook te gapen van jou. Het is 6:30, ik ga douchen. Ja. Ik weet niet wat je bezielt als je om 6:30 op een camping gaat douchen. Wij zijn nog nooit om 6:30 gaan douchen in de ochtend op een camping. Wij zijn inmiddels toe aan het ontbijt. Wij zijn na het douchen zijn we nog eventjes in bed gaan liggen. We waren ongeveer om 7:30 waren we allebei klaar met douchen. En toen dachten we, nou, het is ook nog wel even lekker om in bed te gaan liggen. Maar ik zie nu dat de Schotse Hooglanders naast ons, die staan best wel dichtbij. Dus ik ga er eventjes naartoe. Kijk, dit is dus ons uitzicht vanuit de caravan. Oké, nou ik ga snel naar binnen toe. Want wij hebben lekkere croissantjes.
Oh, ze zijn al klaar. Ja. De croissantjes. Ik haalde ze eruit, toen ging jij naar buiten. Oh, lekker. Wat kun je makkelijk uren achter elkaar doen? Nou, dat is een hele makkelijke. Nou? Kamperen. Ja. Slapen. Ook, ja. Oh, daar gaat iemand dan een theezak eten. Mm-hmm. Hij heeft zin in wat. Wij rijden in Beekbergen. En we zijn onderweg naar de stoomtrein. Die komt hier straks langs. En daar gaan we even naartoe. Ja, de stoomtrein die vertrekt volgens mij. Die is vanochtend vertrokken uit Apeldoorn. Wij lazen dat in dat krantje. In de Veluws recreatiekrant. En die zou rond een uur of 12 hier zijn. Dus wij hopen dat wij hem gaan spotten. Echt mooi, ja. Echt. Vooral die stoom die eruit komt, dat is echt gaaf. Ja. Wij staan op het parkeerterrein van Ereveld Loenen. We zijn er al een aantal keer langs gewandeld en gereden. En wij dachten, wij gaan nu eventjes kijken daar. En dat is dus een rustplaats. Ik heb het even opgezocht op Google. Het is een laatste rustplaats van bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers, militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens internationale vredesmissies. Dus daar gaan wij even een kijkje nemen. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. Hierachter, daar ligt Reyendal. Dus we liepen heel vaak in dat bos erlangs. Ja, we zijn hier ook een paar keer langs gewandeld inderdaad. Ja. De graven op het Ereveld liggen bijna onopvallend verspreid over een bosgebied. Hier zijn geen rechte rijen met kruisen, maar graven ingericht met liggende stenen. We hebben zojuist visite gekregen van mijn nichtje. En Sinterklaas is hier ook geweest. Ik weet niet wat hij hier moest doen, maar kijk. Er ligt hier een Sinterklaaszak. Huppakee. Deze gaan wij vanavond lekker opbranden. Kacheltje staat klaar. We gaan nog even naar de waterval in Loenen. Loenen is dat, dacht ik. Ja, Loenen. Daar gaan we nog even naartoe. En dan gaan we Chinees meenemen op de terugweg. Want in Loenen zit ook een Chinees. Dus dan gaan we dat lekker hier opeten. En dan steken we gezellig de kachel aan. Ik denk van lekker met een wijntje erbij. En ja, genieten. Het is nog steeds heerlijk weer. Ik zal even kijken wat Aal aan het doen is. Oh ja. Die zit met haar kont op een krukje te vegen. Die ziet er heel gek uit, denk ik. Of niet? Ik vraag me wel eens af. Ik heb altijd gezegd, er mag geen stofzuiger mee. Maar ik begin er toch echt aan te twijfelen nu. Misschien moeten wij toch maar een stofzuiger. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar
Ik zat zelf te denken aan een steelstofzuiger die je in tweeën kan delen. Ook voor thuis, zeg maar. Dus dat je je thuisstofzuiger meeneemt. Maar ja. Kijk, met vegen heb je ook. Kijk, nu gaat het kijk, waaien. Het gaat waaien. Zie je, anders, daar gaat alles. Het anders had ik het al lang op kunnen zuigen. Even vogelvoer. En ja. Een zuiger. Maar ja, die vogel. Het is hartstikke leuk dat hij mee is. Maar ik weet niet of we het nog een keer gaan doen. Want het is ook wel een beetje zielig. Ja, hij zit nu gewoon wat meer in zijn kooitje dan thuis. Thuis is hij altijd los. Nou ja. Aan de andere kant, als hij eruit is hier, dan vindt hij het ook wel weer leuk. Ja. Maar ja, nu zit hij gewoon wel vaker vast. Ja. Ik ben mijn blik kwijt. Je blik kwijt? Nou, mijn... Oh ja. Oh, hier. Oh. Nou, we rijden net de camping af. En we zien hier dus gewoon echt een heel groot wild zwijn. Nou, ga denk ik even een foto of een filmpje maken. Grote waterval, kleine waterval. Wij gaan naar links, naar de grote waterval. Wist jij dat er een kleine waterval was? Nee. Wist ik ook niet. Maar hier staat op dit moment en niet er even water in de waterval. Werkzaamheden of zoiets. Dus er stroomt nu misschien geen water in de waterval. Ja, dat kan. Dat staat er op dat bord. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien, hè? Ja. Hij stroomt. Wauw. Mooi. We hebben een ossenaas. In en, zwarte bonensaus. Ja, en mini lumpia's. Nou, er komt nog iemand kijken wat er te eten valt. Ja. Zo. Lumpiaatje. Dan hebben en we witte rijst erbij. Oh, er zit al aan. Ik zie saus, ik weet wat het is. Ja. Sambal misschien. Mega veel. Veel te veel voor ons. Mm-hmm. Het is altijd bij de Chinees. Ja, echt waar. Je hebt het altijd open. Wil je nog meer rijst? Nee. Nou, eet smakelijk. Ja, eet. Warm hier. Ja, wij zijn een beetje gehurkt. Oh, ik weet niet of dit de bedoeling is. Ik weet ook niet of dit heel slim is wat wij aan het doen. Ja, we hebben er best wel veel hout in gegooid. En we hebben een spaafles met water gevuld. Ja, voor noodgevallen. Ja. Oeh, oeh. Voor als het grasveld in de brand vliegt. En het ei met de gasflessen. Ja. Heb je daar al eens aan gedacht? Mm-hmm. Er liggen hier allemaal geplette drooitjes. Ja, allemaal hertenkeutels. Het is 6:00 en wij kijken even uit het raam. Er staan een stuk of 7 herten op het veld van de camping. Helemaal achterin tegen de rand van de bos. Ja. Maar ze staan dus gewoon op het veld van de camping. Het is dus gewoon waar. Ze, ja. Ik dacht van nou.
We hebben nu 2 keer gekeken 's ochtends. Mm-hmm. En nu lopen ze. Ze lijken wel wat dichterbij te komen. Maar onze vogel vindt het een beetje te vroeg, die piept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zijn het er. Goedemorgen. Goedemorgen. Laatste restje kaas. Ik heb een koe voor mijn neus, een hooglander. Wauw, hij staat nu wel erg dichtbij. Ja. Daarnet toen hadden we Coco hier neergezet. En dat was zo grappig, want toen kwam hier een vogeltje voor de ruit. En die fladderde. Die zag hem natuurlijk. Super grappig, een musje volgens mij, hij was een huismus. Hij werd bang, ja, hij ging gelijk van die stok af. Onze broeken poepen. Dit is het laatste beetje oud wat we nog hebben. Ik heb net weer even bijgevuld, dus het schiet lekker op. Klinkt wel gezellig, ja, maar die rook die komt recht onze kant op. Ik denk dat we vanmiddag met 2 zwarte gezichten eruit gaan. Ja. Appel. Lekker. Wij zijn aan het wandelen. En wij zijn even een leuk plekje op gaan zoeken om te gaan rusten. We zijn dood nu. Nee, grapje. We gaan even wat eten. Ja. We zitten een beetje laag in de suikers. Dat is wel een mooi plek dit. Heel rustig, er is niemand. Voor ons loopt een... Schots hooglander. Die loopt hier verderop. Die loopt hier lekker te grazen. Ik vind dit echt wel een heel mooi stukje natuurgebied. Dit is trouwens het Bloemermark waar wij nu in wandelen. Ja. Heel mooi. Nou, tijdens onze wandeling komen we ook deze leuke tegen. Ik schrik me dood van dat beest. Maar die heeft hartstikke veel jeuk. Ja. Die staat er lekker te schuren tegen een boom. Ja. Heel veel jeuk. Ja, ik schrok. Ja, maar we hebben ook een wegversperring. Dat is ietsje verderop hier. Even kijken hoe we dat gaan doen. Ik heb geen idee. Wij wandelen nu trouwens in de richting van vliegveld Terlet. En daar in de lucht zie je ook zweefvliegtuigjes vliegen. Maar dat vliegveld dat ligt dus dicht bij de camping. Even kijken hoe we dit gaan oplossen. Nou, gewoon door de berm. Rechts zou ik gaan. Toch? Ja. Ze liggen hier lekker te rollen. Volgens mij ligt er ook een kleintje bij, dus we moeten wel even een beetje voorzichtig zijn. Ja, we gaan een beetje door hier doorheen. Ja, hij gaat al staan. Nou, wij zijn al aan het opruimen. Ik ben het keukenkastje vast aan het leeghalen. Of al, het is mega laat.
De koffie kan hier blijven en de rest heb ik eruit gehaald. Dus die is leeg. Jij gaat de gastank of eens afkoppelen. Ja. Gaan we zo nog even koffie drinken hier? Nou, deze meneer leeft ook nog. Hè? Ja. Hij gaat straks ook weer een grote reis terugmaken. Ja. We hebben eten gekocht voor vanavond. Gaan we gewoon thuis eten. Nou. Oh. En dan zit het er weer op, helaas. Ja, het is eigenlijk zonde om weg te gaan met het mooie weer. En dan kunnen we deze week weer vol aan de bak. Ja. Geld binnenharken voor de volgende trip. Binnenharken. Ja. Nou, ja. 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 Het moet wel gewerkt worden. Anders kan dit niet, hè? Hard gewerkt. Nee, tuurlijk. Ja. Nou, oké. Dat zijn wij dus aan het doen. Hier staan de spullen. Ja, maar we worden wel steeds sneller in het opruimen, dus... Het is hier één grote ravage. Als het goed is, is dit zo gedaan. Koffie! Heerlijk dit. Nou, er staan hier nog... Eén caravan en drie campers. En ja. Wij. Hier staat ook nog een camper achter ons. Ja. Nou, en die auto is even aan het doorluchten, denk ik. Oh, die staat open? Alles. Oh, nee, dat maakt niet uit toch? Nee. Nou, we zijn bijna klaar voor vertrek. We hebben de caravan schoongemaakt, portepotty leeg gegooid. Nou ja, alle klusjes hebben we gedaan. Ja, dus. Hij is weer helemaal schoon. Klaar voor vertrek. Voor de volgende keer. Ja. Gaan we even deze uitdrogen. Coco die staat in de auto. Ik zal hem eventjes laten zien aan jullie. Hier staat hij. Tussen ons in. Nou, volgens mij heeft hij het goed naar zijn zin. Want daarnet hoorde ik hem al praten hier. Dus die gaat ook wel lekker naar huis toe. Kusje. Kusje. Wat dat betreft is er geen moeilijke vogel. We hebben hiervoor een vogeltje gehad. Ook een parkiet. Een blauwe. En die was eigenlijk gelijk bang en stress. Die had gelijk stress bij een verandering. Als wij bijvoorbeeld een nieuw speeltje in zijn kooitje hingen, dan wilde hij er niet meer in. En ja, dat had met die parkiet niet gelukt. Wat wij nu allemaal al gedaan hebben met deze, die gaat zo vaak op reis. Logeren. En nu dan mee op vakantie. Vorige keer was hij al een keer mee naar een bungalowpark. Dus dat gaat hartstikke goed. Alleen buiten vindt hij een beetje eng. Ja, buiten vindt hij inderdaad een beetje eng. Volgens mij, of wij dachten dat het aan de wind lag. Maar hij voelt wel een beetje hoor. Ja, maar dat is hij ook niet gewend, wind. Nee. Hij staat altijd thuis. Ja, maar als hij buiten staat bij ons, dan staat hij op balkon. Beschut. Ja. Beschut op een balkon. Dus dan voelt hij ook geen wind. Nou, dan gaan we afscheid nemen van dit prachtige plekje. Met dit mooie uitzicht. Ik denk dat wij hier nog wel een keer terug gaan komen. Nou, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, ja. Want dit uitzicht, dat is natuurlijk fantastisch. En je staat er gewoon lekker ruim. Eigenlijk naar rest is niet moeilijk. Het is echt een hele fijne... Ja, dat is waar. Fijne vrouw. Ja, dat scheelt ook. Als de eigenaar gewoon lekker makkelijk is. En ik vond het fijn hier. Ja, echt. Zeker. Ja. Zeker een aanrader. Echt een aanrader om hier een keer naartoe te gaan. Ja, natuurcamping De Groenendaal. Ja. Omgeving. Sanitair is wel een eindje verderop. Ja. Maar ja, wij hebben super mooi weer gehad, dus daar hadden wij geen erg in. Nee. Maar ik weet niet wat daar fladdert de hele tijd. Dat lijkt mij af. Ik weet niet. Het lijkt alsof er een duif vast zit in een boom. Het klinkt niet goed in ieder geval. Nee. Klinkt heel raar. Oké. Nou. Maar ja, dat het sanitair iets verder weg is, dat wisten we van tevoren. Ja. En dat, ja, weet je, dat
kan eigenlijk gewoon niet op tegen het plekje. Dus nee. Ja, en wij hebben zelf een wc, dus... En water, hier is water aan het begin. Ja. Dus, ja. Dus eigenlijk gaat het alleen warm water. Ja, het ging alleen om warm water in de zin. Maar ja, voor ons geen probleem. Nee. Wij zijn weer thuis. Nee, bijna. We zijn daar nog niet. We zijn in onze woonplaats. Het is 8 uur. Wow. En wij moeten ook nog avond eten. Moeten we nog koken? Ik ga nog even wat koken, ja. Dus het wordt allemaal goed. Het wordt vrij laat allemaal. Het wordt een heel laat dinertje. Nee. Maakt niet uit. Ja. Maar we willen de vlog afsluiten. We willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer vooral op ons kanaal. Ja, tot de volgende keer natuurlijk. Ja. Doei! Doei.